jullie vandaag allemaal hier en met name jij, Zoe. Dank je. Als kerstverse wereldkampioen. Ja. Uit onze eigen gemeente Boksel, uit Liemde kom je. Ja. En nou, we zijn zo ontzettend trots op jou. Dank je. En het is natuurlijk al even een tijdje geleden. Je bent natuurlijk weer al een beetje gewend aan de status van wereldkampioen. Ik weet niet of je er ooit aan kunt wennen, want het is natuurlijk wel heel erg bijzonder. Ja. Maar desalniettemin vonden wij het heel leuk om jou hier te ontvangen. Omdat we het zo ontzettend bijzonder vinden. En eigenlijk hadden we al een beetje de gedachte dat jij wel iets bijzonders zou worden. Want vorig jaar heb je bij ons de Bokseldag afgesloten hier op de markt. En ik heb met open mond staan te kijken over hoe sterk, hoe lenig en hoe goed je bent in dat wat je doet. En daar hebben we echt met z'n allen van genoten. Dus het was voor ons eigenlijk misschien niet zo'n hele sterke verrassing. Maar het moet dan wel gebeuren. Het moet dan wel lukken. Want volgens mij heb je wel wat tegenslagen ook nog gehad op weg daar naartoe. We hebben het allemaal in de kranten kunnen lezen. En dan is het zo bijzonder dat jij op jouw leeftijd zo'n doorzettingsvermogen hebt om dit te bereiken. En voor ons ben je daarmee echt een voorbeeld voor wat je kunt bereiken. En een voorbeeld voor heel veel jongeren in Boksel. En ik zou niet willen zeggen, kijk eens naar Zoe. En probeer op die manier met dat doorzettingsvermogen iets van je leven te maken. En dan kun je hele grote prestaties bereiken. We kunnen niet allemaal wereldkampioen worden, dat is aan jou wel voorbehouden en dat is heel bijzonder. En dat moet je ook echt met je meedragen, want die kans is zo ontzettend klein. En als je dan zo kunt ontwikkelen op een vakgebied en daar zoveel inzet voor pleegt, dan vinden wij het heel erg waard om jou hier een bosje bloemen te overhandigen. En ik geef daar ook even het woord aan onze hele trotse wethouder van sport. Herman, die al met al wat met sport te maken heeft, bij ons voorop staat, maar ik wilde dit nog eventjes zelf doen. En ik heb speciaal jou ook de ketting aangetrokken, omdat wereldkampioen op deze manier in Boksel ontvangen moet worden, vind ik. Ik heb voor jou een mooi bosje bloemen. Alsjeblieft. Dank je wel. Ik feliciteer je bij deze, want ik heb het heel veel gekregen en de rest wel. En ik heb voor jou een heel mooi boek dat ze uitgegeven naar aanleiding van het circus wat hier altijd heeft plaatsgevonden. Heel erg jammer, maar goed, daar gaan we het nu niet over hebben. Maar het boek gaat ook over heel veel artiesten die ook het heel ver gebracht hebben in hun vakgebied en ook heel veel voor ontzegd hebben. En in die zin denk ik dat het boek bij jou past. Lees het maar eens door. En wij wensen jou in ieder geval, je bent net pas begonnen, je bent net pas los, nog een hele mooie en glansrijke carrière toe. Dankjewel. En bedankt. Ja, jij ook. Dankjewel. Ik heb net nog even de beelden teruggezien van vorig jaar van onze dag hier op de markt en de huldiging van de kampioenen. En wat is nou het feit van de huldiging van de kampioenen? Dat zijn sporten die zijn MSC en NSF gerelateerd. En wij zaten in een spagaat met een wereldkampioen en met dat MSC en NSF predicaat erop of niet. En ik denk, dit is wel heel bijzonder dit eigenlijk. Hoe kunnen we hier nou eigenlijk iets passends voor maken? Toen hebben we besloten om het met het college de ontvangst te doen eigenlijk. Ik wil toch wel eventjes ook een hele korte discussie aan. Ik zag vorig jaar op de Boksel Open Dag stond de hele staf van Tabitha stond zich de bladen op de handen te klappen. En dat waren niet de eerste beste. Eentje te kort zag ik onder andere staan. Nou, dat is toch wel een van de toptrainsters die we in de regio hebben. Vandaar dat eigenlijk de top van Tabitha ook naar Den Bosch gaat. Naar Hoekvlak gaat. Helaas, maar goed, voor hun ontwikkeling is dat misschien toch wel goed. En ook voor Ingrid zelf eigenlijk. En toen dacht ik, paaldansen heeft natuurlijk twee namen eigenlijk. Hè? En ik zie eigenlijk, wat dacht ik afgelopen week al aan. Waarom, maar die vraag ga ik aan jou stellen. Waarom noemen we het eigenlijk paaldansen terwijl het eigenlijk verticaal turnen is? Want waar bestaat het woord verticaal turnen? Bestaat dat woord al, maar goed, de vraag ik toch bij jou, ik leg nou de stelling bij jou neer. Van nou, je mag kiezen, ik word wereldkampioen paaldansen of ik ben wereldkampioen verticaal turnen. Ja, zeg eens. Toch liever paaldansen, omdat het is wel echt, je hebt al wel twee kanten van paaldansen, maar mijn paaldansen is wel echt een sport. En als je zegt verticaal turnen, dan denken mensen, die weten dan niet echt wat je bedoelt. Dus. Nee, maar het is maar anders zo. Als je de eerste keer iets nieuws in de wereld gaat brengen, dan zal iedereen natuurlijk in eerste instantie altijd verbaasd staan te kijken of nadenken van, wat wordt er eigenlijk mee bedoeld?
Ja, ik vind dit, maar goed, ik heb het liever te zeggen natuurlijk. Ja, ik zou zeggen, ik vind jou, jij wilt graag een wereldkampioen paaldansen zijn. Ik zou bijna willen zeggen, voor mij ben je wereldkampioen verticaal turnen. En dan zit je meer denk ik bij het NOC NSF meteen. En dan krijg ik ook iets. Maar misschien dat de naam zich wel ooit een keer natuurlijk nog gaat veranderen. Ja, ik vind het ontzettend knap met een gekneusde arm. Ik weet, gekneuzen dat doet zeer. En dan moet je toch wel over een bepaalde pijngrens heen. En dat is jou dus helemaal gelukt. En we zullen toch eens gaan kijken hier naar wat ons intern eigenlijk bezighoudt van waar begint en waar begint topsport en waar eindigt het. Dan moet je daar een stickertje op plakken wat per se weer gerelateerd moet zijn aan het NSC NSF. Vooralsnog hoop ik toch dat de ontvangst hier passend is. En we wensen je heel veel succes. En we gaan je natuurlijk vanaf nu heel goed volgen met deze wat de burgemeester net. Ik zeg, je staat op het podium. En daar ben je altijd op mee staan. Maar officieel nogmaals. Dank je ja? Wel. Ja, wereldkampioen, dat is natuurlijk uniek. We hebben je vorig jaar al in de uitzending gehad. Ja. Toen wisten we al dat je heel goed was. Dit is natuurlijk heel uniek. Hoe heb je dat zelf ervaren? Ik had het niet verwacht, dus het was wel echt heel gaaf dat ik wereldkampioen ben geworden in de categorie ultrapool. Ja, je noemt dat nou even, want ik was in het voorgesprek even, ben je nou wereldkampioen in je eigen categorie ook geworden? Daar ben je 12e geworden, wat al een unieke prestatie is. Ja. En hoe ging dat dan, dat je nu in deze categorie ultrapool reed? Ja, klopt. Hoe ging dat? Door mijn voorronde, dus bij het WK waar ik 12 was geworden, was ik geselecteerd om mee te doen bij ultrapool, omdat er iemand was uitgevallen. En toen ben ik gevraagd om mee te doen en dat vond ik wel heel gaaf om daaraan mee te doen. En ja, toen ging ik dat daaraan meedoen. Maar dan heb je toch wel enorm veel geluk gehad, maar heb je het ook wel enorm goed gedaan. Ja, klopt. Hoe heb jij dat ervaren? Want jij ziet het aan de kant gebeuren allemaal als zus. Ja, nou, ik was dan vrijdag mee en toen viel ze. En toen was het voor mij heel emotioneel. En toen wou ik super snel naar huis, want ik had er allemaal geen zin meer in. En toen, ik moest zaterdag werken en zondag ook. En zondag, ik lag buiten op de bank. En ik had papa, mama en Zoe eigenlijk nog niet thuis verwacht. En ze kwamen thuis. En mama die zei in één keer, ja, Noem, Zoe mag vanavond meedoen aan een ultrapool. Het was allemaal chaos thuis. En ik dacht, hè? Dus ik had netjes een rustige uitleg gevraagd. En toen zei ze dus van, dat is een categorie bij het WK. En dan gaan ze battelen tegen elkaar. En toen heb ik mijn werk opgebeld. En toen heb ik vrijgekregen. Dus ik was heel blij dat ik mee mocht. En toen zat ik daar te kijken. En toen kwam de eerste ronde. En toen waren we echt zo van, oeh, ze is al door. En toen kwam ronde 2. En die had ze ook gewonnen. En toen stond ze in de finale. Dus het was allemaal heel, ja, het ging allemaal zo snel. En ja, het was echt heel gaaf om te zien ook. Je hebt allebei, eerst heeft de 31 seconden en dan de andere. En dan allebei nog een keer. Dus in totaal heb je 1 minuut om te laten zien wat je kan. Dus dan moet je gewoon alles geven. En dan kiest de jury wie het beste was van die twee en die gaat dan door. Nou, ik vind het een knappe prestatie. Ik feliciteer jullie allebei en natuurlijk je ouders ook. Maar ja, jij ondersteunt er heel erg, dat weet ik. En dit gaat natuurlijk verder, hè? Ja. Wat is je volgende doel? Bij het gewone WK op het podium te komen. Welke landen zijn nou heel erg sterk en heb je veel concurrentie van? Rusland, Mexico, Zuid-Afrika. En Spanje ook wel een beetje. Ja. En Polen. En wie is in Nederland jouw sterkste concurrent? Temi wel. Ja, denk ik ook. En hoe gaat het onderling? Goed, we zijn gewoon met elkaar ook heel leuk en we zijn gewoon vriendinnen, dus dat is wel heel leuk. Nou, ik wens jullie heel veel succes naar de volgende prestatie die geleverd wordt en blijf je best doen.